Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben Fleur en ik neem jullie deze week, zoals beloofd, mee in mijn kriskrasreis door Tallinn en Riga. Dus blijf zeker kijken, want het was hartstikke leuk. Voor de mensen die mijn vlogs vaker zien, weten jullie dat dit de tweede video is die ik beloofd had. Ik ben namelijk naar Tallinn en naar Riga geweest. En 2 weken geleden heb ik mijn Tallinn-reis al geplaatst en nu komt dus mijn Riga-reis. Heb jij deze nog niet gezien met Tallinn-reis, dan raad ik wel even aan om die eerst te kijken. Want het is hartstikke leuk om gewoon de volledige kriskrasreis in juiste volgorde te zien. Heb je die al wel gezien? Heel veel plezier en dank je dat je deze ook kijkt. Het wordt weer heel leuk en ik ga jullie weer heel veel laten zien. Dus blijven kijken. We zijn net 4,5 uur in een bus geweest. Maar we zijn aangekomen in Riga en gaan we te voet naar ons hostel. We pakten mijn zak. Het is hier al wat drukker op eerste zicht dan vorige, maar ik ben benieuwd. Ja, we hadden 1 tussenstop met de bus, maar we hebben daar nog geen minuut gestaan en daar rijden alweer weg. Dus dat was echt wel de gekste tussenstop ooit. Maar het is hier al een stukje warmer, lekker zonnetje. Dus dat is wel echt een goed begin. Aangekomen in Riga moesten we een klein stukje wandelen met al onze spullen en kwamen we uiteindelijk in het hostel terecht. Dit was weer in de oude stad en het was een stukje luxere hostel dan de vorige. Met 2 kamers voor ons, met hartstikke veel plek, een prachtige trappengang zoals je ziet en een heel gaaf glazen raamdak. Dus het was wel heel gaaf. Dit was onze eetzaal, die was wel wat kleiner dan we plaats hadden voor ons, dus dat was wel jammer. En ons keukentje die hartstikke schattig was. Maar dus perfect. We zijn net klaar met de fietstocht en we zijn eigenlijk vooral buiten de binnenstad gegaan. Wat eigenlijk heel leuk was, omdat dit gaan we natuurlijk niet zien. En we hebben veel straten gezien die vroeger Joodstraten waren en veel van de geschiedenis. Ook, en volgens mij zei hij iets van een straat die naar Rusland leidt en dat soort dingen. Dus het was eigenlijk heel erg interessant om dat eens te zien. Heel veel wijken waren ook echt een stuk armer wat je zag. En ja, we zijn ook 1 keer verder gefietst omdat er een dronken man op ons afkwam. En het is gewoon een plek waar ze wel zeggen van het kan gebeuren dat iemand je ineens gaat slaan. Dus toen zijn we gefietst. Maar voor de rest was het eigenlijk zo erg mee. Het was rustig. Daarna zijn we doorgefietst naar de rijkere buurt. En dan werd het echt gewoon meteen drukker. We hebben de Belgische ambassade gezien. Een heel mooi gebouw. En de Nederlandse ambassade zit in de oude stad. Dus die hebben we nog niet gezien. Misschien gaan Jeroen en ik die al even bezoeken. Om eens te kijken. Maar die ziet er volgens Google Maps iets minder mooi uit helaas. Dus het was eigenlijk wel heel leuk. De fietsen zijn trouwens ook hartstikke goed hier. Maar ja, ik had een hele leuke fiets. Ik had het gevoel dat de rest ook een hele fiets had. Dus dat is top. Een paar kleine fragmentjes van tijdens fietsen. Want ik kon natuurlijk niet te veel filmen terwijl ik probeerde te overleven tijdens fietsen. Maar hier fietsen we dus langs het grote water. Die je later in deze video ook nog voor iets gaat zien. Heel leuk. En hier kwamen we door een groot park waar heel veel Joden begraven zijn tijdens een van de bezettingen. Dit is het theater. En toevallig zagen we de architectuur voorbij fietsen. De architect voorbij fietsen. En ja, hier zie je het vrijheidsbeeld van Riga. Ook een hartstikke mooi beeld. Daarna zijn we 's avonds lekker gaan eten ondergronds. Dat is echt wel een ding in zowel Tallinn als Riga. En dat zijn eigenlijk gewoon van die bunkerrestaurants. Superleuk. Zeker een aanrader als jij daar op bezoek bent. Dit was heerlijk, hebben we hier gegeten. In Riga ontbeten we koffiekoeken in een bakker. Het was heerlijk en het was zo goedkoop. We hebben onze groep in 2 gesplitst, want we zijn tegen elkaar aan het strijden met een stadspel in Riga. We gaan de secrets van Riga ontmantelen. We zijn net al naar de opera geweest waar we al wat meer over hebben geleerd. En nu zijn we bij deze klok die elk uur een best wel leuk deuntje speelt. Die heb ik opgenomen. Dus we gaan eventjes winnen van de rest. Goedenavond, dus ben 3 minuten. Wachten we? Thank you.
deze straat zijn er dus blijkbaar opnames geweest van Sherlock Holmes. Met het spel kwam je op allerlei leuke plaatsen en moest je allemaal opdrachtjes doen om punten te verdienen. Zo kwamen wij bij deze leuke restaurantje, wat echt een middeleeuws restaurantje is in een straat die je helemaal in de middeleeuwse sfeer bracht. Verder kwamen we bij bekende plekken zoals de Drie Broers en plaatsen die gebruikt zijn in films of inderdaad de Black Hat gebouwen. Dus zeker een aanrader. We zijn onderweg om te gaan nachtkajaken. Ik ben hartstikke dik gekleed. Dus ik verga van de warmte. Want het is nog lekker weer nu. Dus het is echt niet ideaal. Nou, daar vertrokken we dan. Eerst moesten we over de grote vaargul heen. Ja, ik noem dat even een vaargul. En deze heb je dus tijdens het fietsen al eens gezien. En ja, het is hartstikke groot. Dus het was eventjes heel heftig om naar de overkant te komen en met de stroming mee zelfs te kunnen varen. Waren we al snel moe van. Dus we waren heel blij toen we eindelijk in de kleine vaargul van Riga zelf mochten gaan. Ik zie daar een hond. We zijn vanmorgen met de trein naar Kummeri gegaan. En dan zijn we nu en we maken ons klaar, Mike en ik, voor een hike van ongeveer 10 kilometer. Dus de Garmin staat aan. We gaan het meten. En ik neem jullie natuurlijk weer mee op deze tocht om te zien of het zeker waard is om te doen of niet. Dus let's go! De treinrit was trouwens heerlijk. De trein hier is zo luxe. Zo comfortabel en op tijd. Op tijd. En op tijd, ja, dat was ook wel bijzonder. En ze waren de hele tijd op het station aan het omroepen. Sorry voor de ongemak en van alles. Voor echt niks. Het was geen ongemak. Dus dat was bijzonder. Daar hebben we net opgeklommen. Goed bezig dat we zijn. We hebben net de 10 kilometer afgemaakt en het was 11,77 kilometer. Een hartstikke mooie tocht, dus we hebben er ontzettend van genoten. En nu zitten we weer in de trein op weg naar Majorie. Want daar gaan wij lekker genieten van de spa met een groot deel van de groep. En de rest gaat lekker in het stadje, dorpje zich vermaken. We zijn in de spa. Zo, we zijn net klaar in de sauna, in de spa. En we zitten nog lekker in de lobby, want het is hartstikke chic hier. En we hebben 2,5 uur voor 25 euro mogen spenderen. En er waren drie baden. Grote baden met van die sproeiers en een bubbelbadje. En echt heerlijk. Er was een ijsbad waar we 3 of 4 keer in zijn geweest. En er waren 5 of 6 sauna's. Echt van allerlei soorten, ook een ijsbucket. Dus het was super luxe, het was heerlijk. Echt helemaal bekomen van onze wandeling en van onze nogal heftige week met alle activiteiten. Dus echt een aanrader.
dit was mijn bedje trouwens in het hostel. Het was echt zo'n bunkertje. Super handig, lekker slapen. Het is de allerlaatste dag en morgen vertrekken wij heel vroeg. En het is ook de eerste dag dat het echt regent tot 12 uur al zeker. Dus we hebben zo geluk gehad met al het prachtige weer hier. Dus dit kunnen we ook echt wel even aan. Nu gaan we lekker, we hebben lekker uitgeslapen. En nu zijn we klaar om te brunchen. Dus we zijn onderweg naar ons brunchplekje voor de ochtend. Hoepsa. Even rennen. En daar gaan we onze laatste monumentjes bezoeken en is het weer gedaan. Op de laatste dag gingen we dan nog naar een van de Russische kerken. Deze heeft echt van die gouden koepeltjes. Het was heel kleurrijk binnen. Ik heb ook even een sjaaltje rond mijn hoofd gedaan voor respect. En daarna gingen we ook nog naar een museum waar ze een trap hadden voor rolstoelers. We hebben weer een kerktoren beklommen. En kijk die wind. Het was eigenlijk niet veel nieuw. We hebben 3 verdiepingen gedaan en dan lekker de lift gebruikt. Want je kunt hier niet met de trap naar boven. Wat we niet zo erg vonden na de vorige keer. En het is weer een prachtig uitzicht. Dus dat je schijnt af en toe. Lekker, het is mooi weer. En een heel winderig. In de namiddag zijn wij lekker en gaan genieten van een wijntje in dit prachtige barretje en heerlijke truffeltjes gegeten. Hey, ik ben nu in de Skyline Bar. Een hele chique bar eigenlijk op het Ransom Hotel. En dit is de wc van de vrouwen, het uitzicht. Dat is heel mooi dus, maar het is hier echt overpriced, echt heel duur. Een glas wijn kost al 12, 13 euro. De security laat je heel lastig binnen en ik ben echt underdressed tot en met. Dus wees daar ook voorbereid. Goedemorgen, het is 4:30 en wij vertrekken weer richting België. Het is voor het eerst eigenlijk echt hard aan het regenen, behalve gisteren, toen was het ook wel een beetje aan het regenen. Maar nu is het wel echt aan het doorregenen. En we hebben echt zoveel geluk gehad met het weer deze week. Super fijn, dus dit kunnen we nu al aan. Allemaal nog een beetje moe, bepakt en bezakt en ready to go. Helaas zijn we nu door de hele reis, dus het zit er weer op. Hopelijk kan ik weer zo snel mogelijk weer lekker op avontuur op reis. Ik raad het zeker aan mijn kriskast, het is allemaal weer heerlijk geregeld geweest. En het was een hartstikke toffe groep, dus dat was ook heel fijn. Dus ik raad het zeker aan als jij op zoek bent om te gaan reizen, maar jij niet alleen wil reizen, ben jij onder de 30. Dan kun jij zeker eens kijken of kriskast leuke reizen voor je heeft. Nu begint een beetje het offseizoen, maar in de zomer hebben ze weer volle bak aan leuke dingen waar je naartoe kunt. Dus hou het in de gaten. Dan zie ik jullie graag weer over 2 weken met weer een nieuwe video. Dus tot dan. En jullie mogen nog even genieten van mijn concertje op de luchthaven. Doei!